Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 september. In de zuidelijke helft van het land is veel bewolking aanwezig. In het noorden zijn juist brede opklaringen en daar schijnt de zon volop. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 17 en 19 graden en er staat weinig wind. Heel misschien dat er uit dikke bewolking hier en daar nog een spatje regen kan vallen in het zuiden. Vanmiddag kruipt de bewolking langzaam verder naar het noorden. Het wordt dan wel zo'n 20 tot 22 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook vanavond is dat het geval, maar dan is er wel overal vrij veel bewolking aanwezig. De temperatuur ligt dan tussen de 17 en de 18 graden. Morgen nog steeds dat wisselende weerbeeld met wolkenvelden, zon en hier en daar ook een licht buitje. De temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden in het noordwesten tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. Vrij zacht dus nog, maar vanaf woensdag wordt dat anders. Maximumtemperaturen liggen dan over het algemeen tussen de 17 en de 18 graden. Ook neemt de buienactiviteit toe. Vooral vrijdag wordt het erg nat en staat er een stevige wind uit het zuidwesten. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.